Ja, spruitjeslucht, dat was het. Dat kwam van mijn tv af, toen ik die Wie van de Drie zag. Ja, en daar zat dus weer die Martien Meiland in beeld. Ik bedoel, dat SBS, die zijn zo wanhopig, die staan zo bol van de armoe, dat ze echt niet meer weten wat ze moeten doen. Dus het enige wat ze nu nog doen, is douw in alles wat we hebben, daar stoppen we die Martien Meiland in. Ja. Want dan scoren we tenminste een beetje. Want ze hebben natuurlijk alles weggekocht. Bij RTL en overal vandaan en bij de NPO. En dan dachten ze van, nou, met al die mensen, daar gaan we het mee doen. Nee dus, maar dan ook helemaal nee. En er gebeurde dus niks. En die Meiland, die heeft zichzelf aangeboden bij het SBS. Dus het SBS, die hebben daar gewoon helemaal niks voor hoeven doen. Die man is zelf daar naartoe gegaan, werd afgewezen bij RTL 4, die hebben spijt nu. En toen kwam hij bij SBS en toen zei hij, nou ja, ik wil met mijn château en alles, wil ik een real life serie maken. Nou, dat vond SBS dan ook maar net goed hoor. Zo van, nou ja, laten we het proberen, we zien wel wat er gebeurt. En wat gebeurde? Dat werd dus gewoon een enorm succes. Want dat soort simpele programma's, met gewoon simpele ideeën en gewoon met mensen die een beetje aanspreken, daar hebben ze bij Talpa totaal geen kaas van gegeten. Maar goed, waar zitten we nu dan met die Meiland? Want kijk, gisteravond was hij dus bij Wie van de Drie. Vanavond zit hij weer in Château Meiland. Ja! Dan is hij donderdag weer met Château Meiland. Want dachten ze bij Talpa, we gooien hem gewoon twee keer in de week op tv. Want dan hebben we in ieder geval wat kijkertjes. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan gaan we dus op zaterdagavond, komt er weer een nieuw programma. En dat heet dan Bingo. En hup, wie zit daarin? Ja, natuurlijk. Onze Meiland. En zondag komen we dan weer met Wie van de Drie. Dus we bouwen die hele week vol met Meiland, Meiland, Meiland. Dat is het idee bij SBS. Arme Martien Meiland. Want Angela de Jong in het AD, die schrijft heel dom, de televisiewet van de overkill. Die heeft geen greep op onze Martien. Nou, Angela, luister eens. Vroeger wilden ze van mij, van de regenjas, wilden ze liever 30 afleveringen dan 20. En ik zei dan altijd, doe er nou maar 18, dat is meer dan genoeg. En dat deed ik dan ook. En ik gaf nooit toe. Ja, maar we moeten meer uitzien, hoe meer hoe beter. Niet waar. Hoe minder, hoe beter. Mensen moeten honger hebben om je weer te zien op tv. En wat gebeurt er nu met onze Meiland? De man heeft natuurlijk geen verstand van televisie. Hij wordt misbruikt. Ja, bij Talpa zijn ze hem aan het uitknijpen als een citroen. Gooi hem in elk programma wat we maar kunnen. En dan zien we wel hoe lang hij overeind blijft. Duurt het een jaar, duurt het anderhalf jaar, twee jaar. En langer zal het niet duren. Want dan heeft iedereen genoeg van die lawine aan vrolijke nichterigheid. Dan is iedereen daar een beetje mee klaar. Dan gaan de kijkcijfers zakken. En onze Martien, die wordt dan keurig door Talpa bij het vuilnis gezet. Want dan word je er keihard uitgetrapt, Meiland. Zo werkt dat in televisieland. Ja, en daar wil ik je eigenlijk even voor waarschuwen. Dus tegen jou zou ik willen zeggen, Martien, wees verstandig en laat je niet misbruiken. En tegen Talpa zou ik zeggen, hey, blijf met je poten van die Meiland af.